dorp in de hele regio Waland het gemoedelijkst is. Elke dag is even koffie drinken bij de makelaar, dat hoort er ook bij. Dat is ondertussen traditie geworden, dus dat doen we ook, houden we gewoon lekker vol, zeg maar. Hier drinken we elke morgen koffie, maar ken het, welke makelaar heeft dat? Bevalt prima, ik zou niet op een andere plek willen zitten. Sylvia, staat de makelaar er ook met koffie? Nee, dat niet. Wie staan er allemaal op de beurs? Er staan heel veel soorten bedrijven, van bedrijven die gericht zijn op wellness en sport. Maar er zijn ook bedrijven die echt gericht zijn op de professional of op de... Want het zijn bedrijven die alleen maar uit Waland komen of mogen ze ook uit de regio komen? Er zijn bedrijven die komen uit Waland en uit de omstreken van Waland. Want het is ooit geïnitieerd. Dit is de tweede keer dat het georganiseerd wordt? Nee, de vijfde editie. De vijfde editie, jeetje. Het is destijds geïnitieerd om te laten zien dat wat je van ver haalt is niet altijd lekker. Dat het fijn is dat er hier in deze regio ook heel veel aanbod is. Ja, in 1997 werd het bedacht. Dat was ook de eerste keer vanuit de ondernemersvereniging in Waland. We dachten van... Er is zoveel in het eigen dorp te halen, maar niet iedereen weet wat er eigenlijk al allemaal is. En toen hebben we de beurs bedacht. En het werkt? Het werkt zeker. Want de vorige keer dat ik erop stond, hoorde je echt heel vaak van... Nou, ik wist niet dat je zo dichtbij zat. Ik haal mijn spullen altijd in Amsterdam of verderop. Oh, wat goed zeg. En dat horen we bij heel veel ondernemers. Van, hey, zit die zo dichtbij? Ik haalde het altijd daar en daar. En hoeveel bedrijven doen er mee? 37. Dat is echt heel veel. Ja. Dus Waland is een ondernemend dorp. Dat kun je wel zeggen. Ja. Hey, want wat ik ook leuk vind aan jullie stichting, is de stichting of vereniging? Of vereniging. Is dat het om de 5 jaar wordt georganiseerd en elke keer is het een andere voorzitter die de kar moet trekken. Ja, bijna wel. Dus jij bent deze keer de gelukkige. Ja. En dat lijkt mij een hele zware taak. Het was moeilijker dan ik dacht. Ja? Ja. Wat vond je het moeilijkst? Nou, ik had nog wel een beetje problemen met delegeren. Dus je deed lekker alles zelf? Nou ja, ik vind wel sommige dingen erg leuk om zelf te doen. En de aanmeldingen, ging dat vanzelf? Of moest je daar ook nog heel erg je best doen? Daar moesten we met z'n allen wel hard aan trekken, ja. In het begin. En moeten de ondernemers dan een bijdrage betalen? Of hoe werkt dat? Ze betalen de vierkante meterprijs. En het is een gratis beurs? Ja, iedereen is welkom. En dan is het open van 's ochtends? Zaterdag begint het om 2 uur en is het tot 6 uur. En zondag is het van 11 tot 5. Maar we hebben ook nog, want dat vertelde jij mij net, dat is pas sinds vandaag bekend, ja. Dat er mini-ondernemers komen. Ja, we hebben iets nieuws. Dat is de mini-market. En dat zijn allemaal kinderen? Ja, dat zijn kinderen uit Waland en die laten zien wat zij allemaal kunnen verkopen. Dus eigenlijk de mini-ondernemer in spe. En is dat dan allemaal rommel van de zolder? Of zijn dat dingen die ze zelf gemaakt hebben of diensten die ze zelf aanbieden? Het is van beide. Van beide. En noem eens een paar voorbeelden, wat kunnen we verwachten? Ja, dat ga ik niet verklappen. Kom je maar kijken. Dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie. Hey, en hoeveel bezoekers verwachten jullie? Vorige keer waren het er 2000 en dit hopen we te overtreffen. Ja, nou, ik hoop het ook. Ik wens jullie heel veel succes. En ik roep een ieder op die nu kijkt. Kom vooral volgend weekend naar de bedrijvenbeurs. Ja, hartstikke leuk. Dankjewel. Ja. We gaan naar de Schagerpolitiek. Want daar is een discussie gestart over de grote hoeveelheid reclameborden die de afgelopen periode langs de wegen te zien zijn. Die reclameborden zijn menig inwoner van Schagen doorn in het oog. Een enquête op de website van Schagen FM blijkt dat meer dan de helft van de inwoners die borden liever...